Hallo jongens, meisjes, ik ben de Kai en vandaag doe ik weer een nieuw soort video. Vandaag doe ik een keer FIFA en vandaag doe ik dat omdat zeg maar het is bij de vakantie en zo. En want dat kan rijden misschien niet, maar ik wou nog een video deze week doen en ik ben toevallig FIFA aan het doen, was ik aan het doen en terecht van laat ik dat doen. En ik ben nu met een toernooi bezig. Ik ben Ajax. En ik heb net twee keer gelijk gespeeld. En twee keer 1-1 tegen twee andere teams. Maar nu moet ik tegen RKC. Kijken wat er gebeurt. Samen met jullie doen. Hallo Evert. En dag allemaal. Ik ben benieuwd wat deze wedstrijd gaat brengen. Zal het gaan knallen? Wordt het technisch vuurwerk of een slap zooitje? We zullen het zo beleven. Ajax. Die met de eentje erboven, dat ben ik iedere keer. Want ik, als ik paas wissel. Oeps. Oeh, lekker, lekker, lekker. Oh, die is uitgeboeid. Voorrichter. Een inswinger. Op het doel. Het gevaar is nog niet geweken. Ah ja, ja. Ik ben nu de blauwe shirts. Waar zijn ze nou mee bezig in die achterhoede? Hij neemt hem. Dat heeft dus heel veel over. Ja, jeet. Maar bij deze game zit Daily Blind ook al bij Ajax. Dus blijkbaar speelt Daily Blind sowieso al vanaf 2013 bij Ajax. Ongeveer denk ik. Want het is nu 2020 en de FIFA 21 is net uit. Dus. Jammer. Oh. Vrij is hoekschop. Jeet. Niet te geloven, wat mooi. Hey. Ja. Achterhoede heeft wel weg van een gatenkaas op dit moment. Snelle actie van de keeper, maar het blijft gevaarlijk. Knap afgeweerd. Hallo zeg. Wat? Dat zag ik echt niet aankomen. Ik dacht van, ik heb hem, dus kan ik hem wel weg. Nou, kijk. Hier, de bal gaat omhoog. Wordt hij gekopt, komt hij heel te hoog voor zich te terecht voordat hij kan schieten. Maar ik score nog wel, het is pas rust te halen. Prachtig zoals hij die bal in het strafschopgebied bezorgt. Mooi is anders, maar weg is weg. Daily Blind. Voorrichter. Sim de Jong. Eriksen. Schöne. Hij tikt hem weg, maar oh, het kan een fout af. Ja. Ja, jeet. Wat een rake kopbal zeg. Er zijn 45 minuten gespeeld en het staat... Eerste helft is voor mij. Nou even, de eerste helft stelde zeker niet teleur. Wat een schitterende wedstrijd. De ploegen zijn elkaar gewaagd. De bal wordt mooi rondgespeeld. En er worden goede kansen gecreëerd. Dat belooft wat voor de tweede helft. De stemming zit er nog steeds hier. De supporters kunnen niet wachten tot de rust voorbij is.
Frans. Hallo zeg, zag je dat jullie? Wat mij betreft mag de scheidsgeel geven. Wat? Dat had veel weg van een aanslag. En hij krijgt er nog rood. Dat is niet erg verstandig, denk ik. Dat was gewoon van voor. Wat de fuck? Ah, oké. Okay. Best. Tja, wat was dat nou? Ja, slecht. Dat was heel. Wat is dat nou voor een vrije trap? Laat iemand anders hem dan nemen. Zie hem, de jong. Soleimani. Daar komt de voorzet. Schöne. Probeer het maar eens. Hij heeft hem vast. Ja, die laat hij niet meer los. De keeper maakt vandaag het verschil. Niklas Moisander. Nee. Ze hebben nog kans met deze hoekschop even. De aanhouder die is vol. Zie je, joh. Wel ingegrepen. Soleimani. De bal gaat rechtstreeks richting strafschopgebied. De keeper pakt de bal eenvoudig op. En wat gaat hij nu doen? Hij gaat schieten. Zoals hij zijn mond weet te vinden. De keeper pakt de bal eenvoudig op. En wat gaat hij nu doen? Schöne. Zo'n sterke verdediging, daar kom je niet makkelijk doorheen. Ja, net als je denkt dat het niet meer gaat doen, dan valt de goal alsnog. Hij laat zich de kaas van de brood eten en dat betekent een tegendoelpunt. Goed gedaan hoor, want op blunder moet je maar één proberen. Kijk, die is mooi toch? Ik vind hem op zich wel mooi. Zo, je maakt... Ah, die is klinkt. Ja, kijk, ik heb nu 2 verloren. Jammer. We gaan nog 2 wedstrijden spelen met jullie kijken. Kijk, je schoot op doelpunt 2 van hun, 1 van mij. Schoten op doel van hun, 5 van mij, 4. Gele kaarten, 0-0, rode kaarten, 0-0, maar ons 1. En balbezit, 56%, wij 44%. Oh, ik heb per ongeluk net op overzicht de wedstrijd dan. Er zijn 34 wedstrijden. Ik denk dat elke dag, omdat het 34 wedstrijden wacht. Terug.
Mijn ding is kut, ik speelde met 10 spelers. Omdat de enige geschorst is die een rode kaart krijgt. Maar mag hij volgende ook niet meenemen, want ook 10 spelers in het veld heb. En dat is nogal kut. Oh, en Feyenoord is niet de slechtste. Het is een van de betere. Het lijkt wel dat alle supporters van de thuisclub naar het stadion zijn gekomen vandaag. Zie jij eigenlijk voor een levensgroep? Nee, ze hebben echt alle plekken kunnen verkopen. En ja, dat betekent toch een geweldige recette voor deze club. Soleimani. Hij waagt het erop. Oh, zonde, de bal ging nog te hoog in de lucht. Maar het is ook niet zo makkelijk om goed te beoordelen hoe de bal valt. En om vervolgens daar ook nog goed te raken. Jammer, dat was wel jammer. Boef. Wormer. Goed gespeeld. Schaken. Wachterhoede heeft wel weg van de gatenkaas op dit moment. Soleimani. Siem de Jong. Siem de Jong. Op de paal en de bal gaat eruit. Nee. Dat is echt jammer. Toch? Vormer. Graziano Pelle. Die kans krijg je niet heel vaak. De tegenpartij komt er niet aan de pas. Hij probeert het gewoon. Dat zag er gevaarlijk uit. Maar de keeper heeft hem klem vast. Dat is wel goed, hè? Poef. Eriksen. Scherp verbaasd. Immers. De Vrij. Die bal legt zo wat de helft van het veld af. Ook goeiemorgen. Ik tikte. Wacht, dat hoeft niet. Dat is maar min. De keeper trapt. Schaken. Ze voelen elkaar goed aan. Oh, wat fraai. Ja! Supporters laten zich horen. Ze zijn uitzinnig van leuk. Kijk, zie hem lopen. Hoppas! Siem de Jong. Dat is mijn spits. Dat heb ik expres in de spits gezet. Oppassen geblazen. Knap hoor, zoals hij zijn lichaam voor de bal draaide. Siem de Jong. Er zijn 45 minuten gespeeld en het staat 1-0. Mooi, ik denk dat de trainer geen reden heeft om in te grijpen. Het enige wat zijn spelers moeten doen, is scherp blijven en niet achterover gaan leunen. De Vrij. Janmaat. Graziano Pelle. Prima zijn man bereikt. Mooi gouden kippertje. Eriksen. En ik ben morgen jarig, trouwens. 12 oktober. In één keer. Maar oef, oef,
Oef, oef. Oh, oh, de, oh, de. Oh, de. Oh, maar ik ben morgen jarig. En dan krijg ik helemaal geen FIFA 21. Of ik ga hem zelf kopen. Wat? Kijk, dat is Daily Blind, zeg je dat? Die een beetje boos tegen was, Daily Blind. Mooi, zoals hij die ballen doorkrijgt. Het leek een onmogelijke opgave. Ja, ik ben morgen jarig. Maar hij weet toch zijn man te bereiken. Heb ik zin in de hand te krijgen cadeaus. Van mijn ouders. Ja, ik heb de feestje in mijn familie gevierd. En volgende week, zaterdag, ga ik met de vrienden zwemmen en bowlen. En dat is om mijn ouders. En ik word 14 en dan vind ik het samen. Heeft een vrije trap. Dat was bijna een strafschop. Goedemorgen, waar wil je heen? Ja, dat is zonde van de vrije trap. Zo heb je er niets aan. Nee, dat wou ik niet eens doen. Opletten nu erachterin. Op het doel. Nou ja, ze kunnen er niet allemaal in gaan. Ja, jammer. Ja. Maar het staat 1-0 en ik speel met 10 man, hè? Vormer. Of fijn, het is hier gewoon zo slecht. Zijn ze toch al. Eriksen. Ja, ik ben van Ajax. Ja, iedereen en niet slecht bedoeld hoor, jongens en meiden. Als je voor Feyenoord bent. Maar dat is je eigen mening. Maar ik ben van Ajax en ik vind Feyenoord niet zo heel erg goed. Dat is mijn mening. Ja, Graziano Pelle. Prachtig zoals er achterin de bal gejaagd wordt. Prima gedaan zeg. Je kunt op dat schot weinig aanmerken, behalve dat hij er niet in ging. Ah. Ik liet rust. En hij loopt de kurft. Het spel mag door. Dat zal hij pakken. Uit die voordeelsituatie viel veel meer te halen. Zou het de doelman veel moeilijker moeten maken, Evert? Ja! Even wachten, jongens en meiden. Ja, sorry jongens en meisjes, mijn moeder riep me, maar ik ga nu verder. Ja, ik denk dat de twee wedstrijden wordt. Na deze wedstrijd moet ik eigenlijk stoppen met mijn scherm. Dus hierna is het de einde van de video. Hij fluit. We krijgen een strafschop. De scheidsrechter twijfelt geen moment. Ja, deze penalty moet erin. Wat? Hij scoort. Dit nummer komt precies op tijd, even. Serieus? Het einde van de wedstrijd is weer gelijk. We staan weer gelijk. De strijd is gestreden en de twee teams bleken even sterk. Het eindigt hier in een gelijkspel. Het was niet slecht, Evert, een gelijkspel. Maar het voetbal moet wel iets verbeteren, vind ik. Eigenlijk mag ik er niet nog een doen. Maar jongens en meiden, morgen doe ik waarschijnlijk weer een. Tot de volgende keer, doei. Doeg.